Het opladen van accu's blijft altijd een dingetje. Op het moment dat je een drone hebt met niet al te veel accu's, dan valt dat nog wel te overzien. Maar zeker op het moment dat je richting de Inspire 2 en de Matrice 200 gaat, waar je batterijsetjes hebt, omdat je met twee batterijen tegelijk vliegt. En ook omdat je daarmee professioneel aan de slag bent, dus waarschijnlijk meer en langer achter elkaar moet vliegen, kom je automatisch terecht in een situatie waarbij je meer accu's dan gewoon zult hebben en waarbij je ook meer accu's en sneller zult moeten laden. Nou, dat met alle standaardladers en losladers is vaak een beetje omslachtig, zeker als het om grote aantallen gaat. En daarom heeft DJI deze Battery Station gemaakt. De Battery Station is eigenlijk een koffertje met daarin een lader. En die koffer is gemaakt en om je accu's te vervoeren, maar ook om gelijk al je accu's op te laden. Je kunt in deze koffer een achttal TB50's opladen. Vervolgens heb je hier aan de bovenkant twee poorten zitten waar je met de meegeleverde kabeltjes of een afstandsbediening of een charging hub voor de Candence of Crystal Sky accu's mee kunt opladen. En je hebt twee USB-poorten eronder zitten. Dat mocht je bijvoorbeeld nog met je iPad of tablet vliegen, dat je die ook kunt opladen met de Battery Station. Nou, vervolgens zit hier in de deksel zit het stroomsnoertje, waarmee je de lader op de stroom aansluit. En verder is het eigenlijk redelijk straightforward, want veel meer zit er niet in, behalve een aantal knopjes en een schermpje natuurlijk om de lader in te stellen. Ik ga hem even aan de stroom hangen. Stekker gaat er daarin. Zo. Nou, daar hebben we dus. Ik heb hier even 8 accu's, 4 setjes bij elkaar gepakt. Je hebt hier aan de zijkant een aantal schuimvakjes, ook voor de Candence, dus die WB47 accu's. En een charging hub daarvoor, zodat je dat allemaal er ook in kunt opslaan. En dan kun je in totaal op deze manier 8 accu's in de charger zetten. Nou, die vallen daar redelijk makkelijk in. Zo. Nog een aantal. Ik stop ze er gelijk even alle 8 in. En de laatste 2. Zo. En dan zetten we de koffer aan met de aanduidknop hiervoor. Nou, dan krijgen we eigenlijk een menuutje. We hebben een paar verschillende standen. En die standen doen we met de schakelaars en met het menuutje wat erin zit. Als eerste kunnen we kiezen tussen Normal Charge en Quick Charge. En hij begint nu met laden omdat ik niks geselecteerd heb. En daardoor gaat hij in het standje waar de schakelaar staat. Die twee standen zijn heel belangrijk om uit elkaar te houden. Bij Normal Charge is eigenlijk de manier hoe je normaal gesproken je accu's oplaadt. Dan laat hij alle accu's tegelijk en doet hij gemiddeld over een lege accu ongeveer 90 minuten om op te laden. Dat is de standaard laadmodus en dat is ook gewoon de modus die je zou gebruiken wanneer mogelijk. Alleen je hebt wel eens situaties dat je net een accu-setje of dingen tekort komt en dat je even sneller dan die 90 minuten een volle accu nodig hebt. Daarvoor is de quick modus in het leven geroepen en in die quick modus laat hij in 35 minuten de accu naar 90% op, zodat je genoeg batterij hebt om in ieder geval weer even een vluchtje te maken. Er zijn een paar dingen om heel belangrijk om op te letten. Die quick modus is echt gemaakt voor het quick. Dus gebruik dat alleen op het moment dat je het echt nodig hebt, omdat je een accu-setje of dingen tekort komt. Want het quick laden is gewoon minder goed voor je accu's. Dus gebruik dat zo min mogelijk. Waar je ook op moet letten is op het moment dat je die quick modus gebruikt of de gewone modus gebruikt, dat het belangrijk is hoe je de accu-indeling in je koffer doet. Op het moment dat je de gewone charge modus gebruikt, zoals die nu aan het doen is, dan laat die in groepjes in deze richting. Dus dit is een groepje, dit is een groepje, dit is een groepje en dit is een groepje. Houd die twee setjes dan ook bij elkaar, want als hier dan verschil tussen zit, deze accu zou veel voller zijn dan deze accu, dan gaat hij eerst deze accu helemaal opladen op hetzelfde niveau als deze, voordat hij ze allebei gaat opladen en dan duurt het opladen dus langer. Dus in een normale modus zijn dit de setjes zoals je gebruikt hebt, dat je ze in de lader stopt. Op het moment dat je de quick modus gaat gebruiken, dan moet je de pairtjes doen in de groepen van de vakjes. Dus dan is dit een groepje, dit een groepje, dit een groepje en dit een groepje. En op het moment dat je die quick modus dan ook gebruikt, dan laat hij niet alle 8 accu's tegelijk, wat hij in een normal modus wel doet, maar dan laat hij per pair. Dus dan gaat hij eerst het ene paardje naar 90%, deze naar 90, die naar 90 en die naar 90. En zodra ze alle 4 op 90% zijn, of afhankelijk natuurlijk van het aantal accu's wat je erin hebt, dan pas gaat hij dat laatste 10% verder laden. Wat je ook met deze koffer kunt doen, is het ontladen van je accu's. Zeker voor transport of na gebruik of als je ze wat langer weglegt, dan wil je je accu's ontladen. Nou, dat kun je doen door deze schakelaar om te zetten naar
discharge. En ook dan kan die tweede schakelaar weer twee opties kiezen. 50 of 25%. In standje 1 ontlaat hij ze terug naar 25%. Zet je hem in standje 2, dan ontlaat hij ze terug naar 50%. Zo kun je instellen hoe ver hij hem discharged. Nou, ik zet hem gewoon weer even op charge en op normaal. En verder zie je op het schermpje hier van elke accu best wel veel informatie. Je ziet van de accu het percentage waar die zich op dat moment op bevindt. Je ziet het voltage van de accu en het amperage waarmee die op dat moment opgeladen wordt. Je ziet de temperatuur van de accu en je ziet ook het aantal minuten wat de accu nog bezig is om op te laden totdat die vol is. Nou, dan kunnen we ook nog eventjes in het menuutje gaan kijken. Daar kunnen we battery information aanklikken. En dan kunnen we van elke batterij per stuk nog wat gedetailleerdere informatie zien. Dan zien we onder andere ook de status van de accu, het serienummer, de firmware versie, wat ook een hele handige is. En de individuele celvoltages. En zo kun je dat van alle accu's zien. En ook het aantal cycli zijn dan zichtbaar. Dus het aantal keren dat de accu al geladen en ontladen is. Verder vinden we in het menu ook de silent mode. En op het moment dat we de silent mode aanzetten, dan gaan alle dingen in de koffer uit. Dus de ventilator en alles die normaal gesproken met het laden draait, gaat uit. En op die manier is de koffer dus volledig stil. Hij gaat dan wel in een lager vermogen opladen, omdat hij natuurlijk geen koeling heeft. Dus opladen van 8 accu's bij elkaar duurt dan 4 uur. Alleen het zorgt er wel voor dat je die koffer dus tijdens een productie, bij geluidsopnames en dat soort dingen, gewoon in de hoek kunt zetten zonder dat hij enige geluid maakt, zodat hij geen invloed heeft op de opnames verder. En je dus toch kunt laden zonder dat je een harde ventilator of andere storingen op de achtergrond hebt. Nou, dus je hebt een aantal instellingjes daar. Je kan dus 8 accu's tegelijk laden of 2 paardje quick als je dat sneller nodig hebt. Je hebt 2 USB-aansluitingen om tablets en telefoons te laden. Daarnaast zit ook nog een USB-aansluiting waarmee je de firmware van die koffer kunt updaten. Dus als er een update voor de koffer is, dan kun je die daarmee doen. En je hebt de 2 kabels waarmee je natuurlijk je afstandsbediening kunt laden. Nou, die 2 gaan hier netjes in. De koffer weer even uitzetten. Stroomsnoertje eraf. Dan gaat dat stroomsnoertje weer netjes in de bovenkant. Zo. En dan kun je de koffer eigenlijk netjes dicht doen. Klemmetjes dicht. En dan heb je gelijk een mooi koffertje, inclusief wieltjes en een handvat om hem aan mee te nemen. Om je koffers en je accu's netjes te vervoeren, goed te vervoeren en ook gelijk je lader bij je te hebben. Nou, dit is eigenlijk in het kort eventjes de DJI Battery Station voor de TB50. Dat is wel even heel belangrijk om te weten. Je kan hier dus geen TB55's in kwijt, omdat die gewoon te groot zijn. Mogelijk dat er nog wel een aangepaste case voor komt, maar voor nu is deze dus alleen voor de TB50 accu's. Nou, mocht je hier nou meer over willen weten of een Battery Station willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.